In Martin Scorsese's met Oscar-nominaties overladen film Hugo staat de Franse filmpionier Georges Méliès centraal, net als op het festival. Waarnaast Hugo ook de gerestaureerde versie van Méliès' vroege meesterwerk Le Voyage dans la Lune te zien is. You play Georges Méliès, who actually existed and lived. Does that automatically mean that you have to prepare more, do more research? Not really. I think actually it's easier to play a man of whom you have a photograph. It's in a way simpler to play a man of whom you have movie footage. And I had photographs, I had movie footage, I had comments from his friends on the film set, and I had some memoirs of Georges. What it is that it gives you a very precise target to hit. Now, if my character's based on fiction, fictional, where's my target? Like this. It's too far too big, and I have to first create him, and then bring him to the camera. So that can be quite challenging, because I know who the guy is, but he's a collection of various people and voices I've heard and body language that I've seen. I have to stick them all together. Whereas with Georges, I saw him as the younger director in his wonderful glass studio, because that's all on film, thank goodness. And I saw photographs of the saddest man in the world sitting in that toy shop, and I had to go, wow, I have to go from there to there. Fix it. I know you've been stealing parts from the shop. Might as well use those you haven't stolen yet. You've got a bit of talent. But how do you play misanthropy? I think the gift is being able to play him at the height of his powers in the film studio, and having those wonderful days with Marty on the film set, where I was the guy who said action, I was the guy who said cut, I was the guy timing the scenes. All that was very empowering. Very thrilling. Then in the film, and which I also experienced, and this could have been a visual effect, it could have been a voiceover, it could have been a stunt double standing very close to that fire, which is very, very hot, I have to say. But I was able to go through that hell myself, of burning the man in the moon's face, of burning all the costumes, all the soldiers' uniforms, all the properties, even my drawings burnt. That I could physically experience that loss. Wow. So that by the time you get to Georges in the toy shop, I'd been through and experienced the high, the losing, and then the man who says, this is my inner voice. This was my inner voice. Do not remind me of how beautiful life was, because it hurts too much. And it was that journey through the film that allowed me to get to there. Nou, Méliès was natuurlijk
van huis uit zeg maar, een beetje een tovenaar, een illusionist op het podium. Dus voor hem was het interessant om te kijken, wat kun je doen? Hoe kun je die illusie vergroten? De film is illusie al natuurlijk. En ja, hoe kun je dat toepassen, zeg maar, die illusietrucjes? En hij heeft daardoor veel gedaan met die trucjes. Mensen die ineens verdwijnen of een vrouw die ineens in een vlinder verandert, dat soort dingen. Méliès ging echt ver, laat ik het zo zeggen. Dus hij ging die trucjes uitproberen. Maar hij ging al heel snel, in 1902 al, ook lange films maken. En ineens zie je dat daar ook een soort verhaal bij komt kijken. Dat is nieuw, zeker in 1902. Want dat was niet zozeer de vraag van, kun je ook een verhaal erbij vertellen? Maar hij doet het. En hij laat zich veel inspireren door Jules Verne en dat soort avonturen, romans en zo. Dus bij hem zie je al heel vroeg dat, dat idee van, er moet ook een verhaal zijn. Het moet verteld worden met beelden. En iets anders wat hij ook belangrijk vond, blijkbaar, dat zei hij. Hij zei, mijn films hoeven niet tussentitels te hebben, want het is duidelijk wat er gebeurt. Het beeld vertelt het verhaal. Precies, dus dat was ook blijkbaar een uitdaging voor hem om die beelden op zo'n manier achter elkaar te zetten dat het verhaal ook duidelijk zou zijn. Dat is dan leg je de lat heel hoog. Op de aftiteling van Hugo wordt het AI Film Instituut ook bedankt. Waarvoor? Omdat wij ook een klein fragmentje hebben geleverd van onze archiefmateriaal. En dat is niet van Le Voyage dans la Lune, die heel centraal staat in die film, die met het raket in het oog, maar van een ander filmpje. Daar hebben wij ook een fragment van, helaas ook incompleet. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gekozen. Wat ze wel hebben gedaan is dat ze hebben gewoon diverse filmarchieven gevraagd om die Méliès materiaal. En wij hebben gewoon verteld wat wij hadden. En van ons hebben ze gekozen voor 400 Farces du Diable. Dus deze film wat je nu achter mij 500 ziet. 500 trucs van de duivel. Ja, 400 trucs. 400, nou bijna goed. Is Scorsese toen ook zelf langsgekomen? Nee, zo gaat het niet. Hij heeft natuurlijk een hele productiemaatschappij en allerlei mensen die voor hem werken. En die nemen dan contact met ons op en die vragen wat wij hebben. En wij leggen dat voor. En op die manier gaat het gewoon in overleg. En uiteindelijk, bijvoorbeeld, wij sturen dan ook dvd's voor hun. Om even gewoon simpele dvd's om te kijken. En dan uiteindelijk zeggen ze, oké, dit hebben wij besloten om te gebruiken. En dan leveren we gewoon echte materiaal op hoge kwaliteit. Zeg maar alleen dat fragment dan. Ja. Come with the camera on. Put the lens here. Zelf een filmpje maken met Michel Gondry? Het resultaat is niet belangrijk. Het gaat vooral om het plezier van het maken. So those are little tricks that stimulate people to be creative. So you have a coffee shop here. I'm not trying to teach people. I'm trying to show other people that there is more people with creativity than what they think. I just want to make a point that if you take a group, any group of people that don't even know each other, you put them together and they can find enough resources in themselves or inspiration to entertain themselves.
That's the system that I thought of for years, and now I have opportunities to apply it to the real world, and I'm doing that. Where's the switch for the... Ah, here. We provide a stage with 20 little sets, like this forest. There is a bedroom, you can be in a car and drive the car, and there is a background is moving, same thing with the train and so forth. Some street, bedroom, kitchen. It's very generic, and it allows people to tell as many different stories as possible. This is a waiting room. It could be a jail here. After people are creative, they could even use the pipes. It's very interesting how it looks in the ceiling. If I was doing a science fiction movie, I would shoot everything upside down and pretend those are freeways and stuff like that. Look, it's interesting. Like, I don't know if anyone is going to have this idea, but I think this location is very interesting, all those pipes. It's totally free, but there is a set of rules that you have to follow. You start by the decide of the genre of the film, because it's easier thing to start people talking. So they write down on the board all the genres they can find, comedy, horror, documentaries, science fiction. And then they vote for the one they want to do, can combine two genres. Then when the genre has been decided, they go to the title of the film, and then people start to be more free, because of the specificity of the genre allows people to be more creative in the title. And when the title is created, and it could be combined with two titles or three titles, then the storyline can start. And the principle is to do a little storyline, like 10 sentences, and take each sentence and turn it into a scene. It's not about the result, not the movie is not that well, important. Well, I think the result matters to people who do them, but as for me, no, sometimes it's great to watch, but I like better watching their work. Right. It's like if you have a son, let's say, and he does it. I mean, I guess my son is a great painter, so I like to watch his work, but I like to watch him paint as well.3 weeks and you become a bear. I know, I'm gonna shave it when we get back. Hey, guys. No, no. What is this? What is it? You can eat. Ik vond het een hele shit, eerlijk gezegd. Ik vond het heel erg mooi. Het was heel natuurlijk. Het was juist... Ja, fantastisch als het gefilmd is. Zo natuurlijk, alsof het een documentaire lijkt. Maar ik vond... Nou, voor mij was het het verhaal wat te mager. Dat soort odyssee van een... Zou je kunnen zeggen, een jong verliefd stel, bijna getrouwd. En onder een leiding van een Georgische gids gaan ze door het landschap. Twee mannen en een vrouw in the middle of nowhere. Dan weet je wel ongeveer wat het einde is. Ja, ook heel herkenbaar. Ja? Ja. 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 Oh, okay. Op een gegeven moment wordt er een geweer gericht. Op de man, zeg maar, die daar aan het lopen is door dat natuurlijk... Oh, ik mag het niet verklappen. Oh nee, ik mag het niet verklappen. Dus het was zo... Het leek gewoon absoluut niet geacteerd. Het leek ook niet alsof ze tekst hadden ingestudeerd. Het was allemaal... Het leek wel improvisatie. Toen ik hem had gezien wilde ik een onvoldoende geven. Maar nu ik er zo erover praat, waardeer ik hem hoger. Dus ik denk een 8. Heel, heel erg mooi. Ja, supermooi. Een aanrader.